Hoi, Shani en je vierde wink van vandaag. Ik ben weer met gewoon Thomas in de dierentuin. Yes. En vandaag hebben we een challenge in de Rimba. Ik weet nog niet wat het is. Ja, of wel. En als het goed is heb jij de challenge van mij. Ik hou nog steeds mijn mond. Ik zeg helemaal niks. Ga jij hem openmaken? Dan hou ik voor jou de camera vast. Breng de Rimba van begin tot eind goed in beeld en zoek het antwoord op twee vragen. 1. Zijn Siamangs en goudwanggibbons aan elkaar verwant? En 2. Houden Sumatraanse tijgers van water? Spannend. Dan lopen we nu de Rimba in. Want Rimba, waar is dat eigenlijk precies? Heb jij een idee? Ik zie de kaart al. Oh, ja, ja. Sorry. Nou ja, goed gespot. Nou, ik denk ongeveer hier ergens. Zou het Zuidoost-Azië zijn? Heel handig. Okay. Ja, dan ik weet je het. Ik wist het niet. Nee. Oh, is er cool. In Maleise beren ook wel honingberen? Die zitten erboven en die kunnen echt heel goed klimmen. Oh, wow, we zitten erboven. Ja. Zo. Gaan we nu richting de Siamangs. Want daar ze in de verte... Zie je de tijgers ja. al? Je ziet er zelfs twee, hè? Je ziet dat er hier eentje loopt ervoor en die andere komt ook kijken. Ja. En het verblijf is zo gemaakt dat die tijgers, die kunnen de dieren die in de natuur hun prooi zouden zijn, die kunnen ze zien. Maar ze kunnen uiteraard niet bij. En, dus, maar dat is voor hun wel heel interessant. Want daardoor hebben ze dat natuurlijke instinct van, hé, wat loopt daar? Mm. En ze krijgen bij ons genoeg te eten uiteraard. Dus ze hebben het niet nodig. Het is ook niet zielig of zo. Maar je krijgt dus precies zoals in de natuur. Die tijger die is heel nieuwsgierig en die kijkt, van, kan ik daar ergens bij je komen? Je ziet hem echt zo loeren van, Ja. Maar het is echt inderdaad zoveel verschillende dieren in één zo'n verblijf. Ja, ik sta mijn ogen uit te kijken. Ja. Ik denk, wat zie ik allemaal? Je weet helemaal niet waar je naar moet kijken, want er is zoveel te zien. Kijk, en daar, dat is een Siamang. Hij is niet heel jong meer, maar dat is een jong van die andere twee. Oh ja. Siamangs leven heel erg als familiegroepje. Dus je hebt man, vrouw en een jong. Soms hebben ze een ouder jong en een wat jonger jong. Dat is een heel hecht groepje. En je ziet ze ook regelmatig, op een gegeven moment gaan ze allemaal roepen. Dan gaan ze dus roepen van, dit is ons territorium. Dat draagt heel ver, dat kan soms wel kilometers ver dragen. Ze leven in de natuur, leven ze in hele dichte regenwouden. En dan moet je dus, dan heb je weinig aan om met kleur te communiceren. Ja. Dus je moet met geluid met elkaar roepen. Ja. Kijk, en deze bantengs, die eten ook best wel vaak eten ze waterplanten. Zo. Vooral als het wat warmer wordt, gaan ze ook regelmatig hier het water in, ook om verkoeling te zoeken. Ja. Maar je ziet ze ook regelmatig gewoon een beetje grazen van wat waterplanten en wat ze te pakken kunnen krijgen. Maar Janne, nu gaan we een beetje naar jouw vraag toe. Hè. Eén van jouw vragen, die Siamangs die hier zitten. Je mag al je hulpmiddelen gebruiken. Hè. Dus kijk ook op het bord bijvoorbeeld. Kijk eens. Maar zijn ze nou verwant aan die goudwanggibbels waar we straks komen? Even kijken. Kijk waar ze voorkomen. Oh, hier zo. Hey, weet je wat we misschien kunnen doen? Ik weet niet of dat iets met maken heeft. Als we nou gewoon kijken naar de Latijnnaam. Dan kan je misschien kijken naar familie. Als we die nou onthouden. Oh. Dus de... Wacht, ik maak er een foto van. Ja, de Hylobates. Of is dit vals spelen? Ja, je mag alles gebruiken wat je wil. Kijk, Hylobates, ik weet niet waar dat voor staat. En Syndactylus, iets van samen, vingers, zoiets. Ik kan dit niet lezen als ik eerlijk moet zijn. Ik ja. had het zonder mijn mond in. Het volgende bord. Het is eigenlijk één groot feest hier. Ja, want je hoort heet ook fluittonen. En dat is een beetje een auto-alarm, zo klinkt het. En als dus die goud. Er was Gerard Joling niet aan het lachen. Ja, dat denk ik. Ja, dat lijkt het ook. Kijk, helemaal romantisch wakker. Heel lief. Okay, is dit een goud van gibbons? Er zit een meneertje net in de fruitje. Ja, heel cool. Ze kunnen 50 jaar worden. Zo, echt oud. Het is uit voor een dier eigenlijk. Ja. En weet je wat heel bijzonder is? Alle jonge goudwanggibbels worden worden blond geboren. Ja. En dat heeft een reden. Die moeder is blond. Dus als een jong blond is, dan valt hij niet op. Dan zit hij mooi op die huid. Als ze dan wat ouder worden, worden ze eerst allemaal zwart. En als het een vrouwtje is, dan wordt ze, als ze dus geslachtsrijp is, wordt ze weer blond. Okay. Dus een vrouwtje verandert dus een paar keer van kleur. Hè. Die wordt blond geboren, dan wordt ze zwart en dan is ze weer blond. Het is een moeilijke vraag voor jou. Ja. En niet alleen voor jou, voor iedereen wel, denk ik. Okay. Dan ga je hier en daar een paar hints geven. Oh, ja. Als daar we goed kijken naar de dieren, hoe ze eruit zien, hoe je net de Siamangs hebt gezien. Wat je hier ook een beetje ziet en leest. He, is dat die goudwanggibbons leven ook in de boomtoppen, net als de Siamangs. Mm-hmm. Als je naar de lichamen kijkt, dan hebben ze hele lange armen en vrij korte benen. En dat komt omdat ook de goudwanggibbons komen bijna nooit op de grond. Echt zelden. Yeah. Dat zijn echte boomtopbewoners. En met die armen kunnen ze pijlsnel, binnen no time kunnen ze meters ver weg zijn. Het is moeilijk om te zeggen, kijk, jij had er net een goed idee, van laten we naar de wetenschappelijke naam kijken. Maar die waren toch anders, zag je die zijn dan weer verschillend. Daar kun je niks aan afleiden. Maar zouden ze aan elkaar verwant zijn, wat denk je? Als ik zo over nadenk, het lijkt me heel gek als zij niet familie zijn, want ze lijken zo erg op elkaar.
Ik denk het ergens, ze maken een heel ander geluid ook alle twee. Maar dat wel, toch is het ergens... ze communiceren wel met elkaar. Dus ja, dat hebben we wel. Maar ik ben bang dat er weer zo'n striksvraag is van, zij juist. Zal ik zeggen wat ik denk? Ja. Ik denk het niet. Nee. Ik denk dat ik met jou meega. Want ik vind ze toch, ook al maken zeg maar allebei geluid, is heel anders. Ze komen net weer in een ander deel voor. Mm. En ook al zijn ze een beetje hetzelfde, ik denk toch dat het gewoon op een andere manier geëvolueerd is. Dus ik zeg nee. Nee. Antwoord is, van jou is nee. Nou is het altijd heel fijn als je een gastvlogger meeneemt. Mm-hmm. Alleen het vervelende daarvan is soms dat ze je de verkeerde kant op sturen. Oh nee. En zijn je wel aan elkaar verwant. De Siamangs. De Siamangs worden, het is wel een aparte groep, maar de Siamangs zijn eigenlijk de grootste leden van de Gibbon-familie. Ik dacht echt, het is een strikvraag, want dan is het... Dus ik vind het heel aardig als je het hoort. Er zit nog een vraag bij. Misschien kunnen we daar wel doen. Je kunt je eerder in ieder geval nog redden. Ja, laten we eens kijken. Daar gaan we naartoe. Oeh, dat zijn tijgers al. Dit is het tijgerverblijf. We zijn nu bij het tijgerverblijf. Kijk. Heel gevaarlijk. En ze hebben ons echt aan te kijken. Ik vind het best wel een beetje eng. Nou weet je van veel katten, Sianne, dat zo'n huiskat die moet vaak niks hebben van water. Kan je in ieder geval, of ik je ermee op weg help, weet ik niet. Maar ik kan in ieder geval vertellen, leeuwen hebben ook niet zoveel met water. Maar wat zou dat nou met zo'n tijger? Het kan een valstrik zijn, dus luister. Ja, precies. Ja, maar nu weet ik het niet meer. Want net was dacht ik ook, het is een valstrik, het was het niet. Maar ga gewoon op je gevoel af. Ja. Zonder die vorige vraag, wat had je of zelf we wachten gedacht? We wachten gewoon wat hij nu gaat doen. Want hij is in de buurt van het water. Maar zelf denk ik, jij dacht van niet, hè? Ik denk van niet. Nee, een kat houdt niet van water. Maar aan de andere kant... Ik heb het idee dat ik wel eens van die filmpjes heb gezien van die tijgers die zo door het water zwemmen en allemaal van die planten op hun hoofd hebben. Volgens mij zit daar een soort draad om ze tegen te houden dat ze niet kunnen gaan klimmen. Ja, precies. Dus dan zijn ze wel het ik water. Denk, ja, dat ze houden van water toch. Ik ga dit keer gewoon mijn gevoel af. Ik zeg... Janne, wat is jouw gevoel? Ja, ze houden wel van water. En het antwoord is... Goed! Yay! High five! Het is gelukt! Het was best een strikvraag, want het is echt zo dat huiskatten vinden water over het algemeen niks. Je zult altijd een keer een uitzondering hebben, maar een kat houdt eigenlijk niet van water. Een tijgers wel. Leeuwen zijn ook niet zo dol op water, maar tijgers die leven inderdaad. Hè, deze tijgers die wij hebben, Sumatraanse tijgers, leven in het regenwoud. Hebben vaak grote territoria en die zie je regelmatig, moeten ze een rivier oversteken. Yeah. Maar los daarvan, ook onze tijgers, als het echt warm is, dan duiken ze best graag eens een keer in het water. Mm. En ze kunnen zelfs wel eens jagen op vissen en op kikkers. Oh, echt? Dus kikkers. Een tijger heeft op zich geen hekel aan water. Nee, ja, een punt is het niet, want ze moesten allebei goed zijn. Ja, allebei goed hebben. Hier is gered. Ja, we hebben een leuke dag gehad, vond ik. Een hele leuke dag. Ja. Ik vond het heel gaaf om dit te doen. Ja. Maar ja, dan kan je ook nog even Thomas bekijken op zijn kanaal. Yes. Dat staat allemaal hieronder in de beschrijving. En, hieronder zie gewoon Thomas. Ik heb ook een video gemaakt, maar die komt binnenkort online. Ik denk niet dat het nu al online is. Maar ja, misschien wil ik wel. Dus klik maar even door, als je het wil zien. En dan zie je nog veel meer van hier in de Dierentuin van samen. En als je nog meer video's wil zien van de Dierentuin, kan je hieronder abonneren. Als je het leuk vindt, kun je een duimpje omhoog doen. En dan hoop je volgende week weer te zien. Yes, au doei.